Ja, kom ik even nog mijn leuke buurvrouwtje tegen. Heb ik alles? Ja. Oh, mijn eten heb ik nog vergeten binnen te zetten. Dan zal ik dat zelfs wel binnen zetten. Hè. Want daar zit toch niks in wat echt in de frigo moet, behalve de boter. Voilà. Holy shit. Het is laf. Nu kan je toch bij de auto nog niet eens starten. Fuck you! Allee, mensen. Ja, mijn partner is boven. Mag niet haar naam ermee zeggen. Ik ga het altijd dan zo zeggen, hè. Mijn partner, mijn partner, mijn partner. Oh, wat ik wel kan doen is... Is vandaag eens... Oh, als ik hem vind... Hopelijk vind ik hem. Ja, ik heb hem gevonden. Dat is al één. Even kijken. Allee, ik ga jullie even moeten laten, want ze heeft een spraakbericht gestuurd. Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jude Remus. Jawel. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hibbetepiep, hoera, hibbetepiep, hoera, hibbetepiep, hoera. Mijn partner is jarig. Wallace. Dan weten jullie dat ook. Straks ook nog naar de Olympische Spelen kijken. Wat er vandaag nog op de planning staat, is niet veel. Ik heb haar ook een leuk konijntje gekocht. Voilà. En nu even iets leuks gaan doen. Yo, yo, yo. Ja, kom ik even nog mijn leuke buurvrouwtje tegen. Heb ik alles? Ja. Oh, mijn eten heb ik nog vergeten binnen te zetten. Dan zal ik dat zelfs wel binnen zetten. Hè. Want daar zit toch niks in wat echt in de frigo moet, behalve de boter. Voilà. Holy shit. Het is laf. Nu kan je toch bij de auto nog niet eens starten. Fuck you! Allee, mensen. Ja, mijn partner is boven. Mag niet haar naam ermee zeggen. Ik ga het altijd dan zo zeggen, hè. Mijn partner, mijn partner, mijn partner. Oh, wat ik wel kan doen is... Is vandaag eens... Oh, als ik hem vind... Hopelijk vind ik hem. Ja, ik heb hem gevonden. Dat is al één. Even kijken. Allee, ik ga jullie even moeten laten, want ze heeft een spraakbericht gestuurd. Voilà, ik heb even iets ingesproken. Dus dan ga ik nu nog één ding nog gauw iets doen. Een rugzak vergeten te nemen. Oeh, hier zit wel niet meer veel water in. Moet zelfs nog eens bij toevoegen. En dan gaan we eens 30 seconden mondspoeling doen. Hè.
Dat waren 30 seconden. Nu water. Voilà. Nu weer terug in een frisse adem. Oh. En ik ben weer al lemon aan het drinken van Airup. Jawel, echt lekker. Je denkt dat je dan echt een lemon aan het drinken bent. Maar ondertussen zit je gewoon water aan het drinken. Je ploept dat poink omhoog en lekkere lemon. En draag je dat zo toe dat de geur ook goed behouden kan blijven. Dat snap ik niet, hè. Dus, oh. Kijk, ik moet continu mijn dingen dan onderbreken. Onderbreken, onderbreken, onderbreken. Allee, tot zo, mensen. Het is gewoon om te zeggen dat mijn partner gewoon onderweg is. En ja. Dus, oh, ik zweet tot en met, hè, mensen. Ik zweet miljarden nonnetje tot en met. Oh, oh. En dan ga ik ook nog sowieso nog even ergens uithalen. Dus de persoon. Als we ooit te weten komen wie het post op mijn Discord server, mijn contfoto. We gaan er verder mee, hè. We gaan er echt 100% verder mee. Als we ooit te weten komen wie het is, sorry, maar dan krijg jij waarschijnlijk een aangetekende brief bij u thuis toegestuurd. Want ik vind het niet. Ah ja, en by the way mensen, ik ga ook dus naar de CU-LAN in Gerardsbergen. Dan weten jullie dat. Dus de Psycho TV community gaat ook aanwezig zijn op de CU-LAN en ook op de X-LAN website. Dus als jullie nog daar naartoe willen gaan, ga dan naar www.xlan.be. Dus ik herhaal www.xlan.be, want dat is 1 september wanneer dat het doorgaat, 26, 27 en 28 september. Dankjewel. En daarvan Gerardsbergen, die datum, wacht, dat is 10, 9, 8, 8, 9 en 10 november. 8, 9 en 10 november, daar gaat ook de Psycho TV community ook aanwezig zijn. Dan ga ik jullie nu laten, dus ik ga nu vertrekken. Tot straks allemaal, yo yo yo. Ik ben nu alles klaar aan het maken. Eens even kijken, jawel, daar gaan jullie ook zien. Hè? Ja. Ja. Ik ben alles klaar aan het maken. Voor zelfs alles naar buiten te krijgen. Voilà. De stroomkabel, de intrakabel, die ligt al klaar. Dan moet er zelfs nog een beeldscherm buiten. Mijn computer, die moet hier ook plaatsmaken. Dus de Olympische Spelen, jullie zien ook wel wat ik allemaal voor jullie ook doe. Dames en heren, jawel. Hier gewoon opgezet worden, even, voilà. Deze uit, voor de veiligheid, want ik zie dat hij nog insteekt. Deze dan nog uit. Deze uit. Voilà. Dus kan hier ook blijven. Dit kan hier er vanaf, kan op de tafel. Tafel. Amai man, moet er veel plaats geruimd worden. Veel werk. Voilà. Dat van koek. Je moet toch tegenwoordig altijd ergens te goed ingestoken worden.
Wel, dan gaan we dat dan hier zo doen. Voilà. Google, start maar op. Voilà. Dan de rest nog van het tafeltje bijmaken. Amai. Het had toch veel op hoor. Stond toch veel op. Voilà. Nu moet ik die box hier er nog vanaf krijgen. En dan ben ik blij. Dan ben ik hier blij. Hoe is die daar terecht gekomen? Ja, is er tussenuit. Toch eens allemaal eens uittrekken. Mensen, ik zweet ervan. Ik zweet ervan. Oh, die zit zo ertussen. Ja, oké. Dan moet ik gewoon aan de gavel trekken. En dat helpt. Voilà. Eindelijk. Vrij. Joehoe. De vrijheid. Hier alles hier nog ertussen uit halen. Opzetterij. Die box ga ik even wegplaatsen. Voilà. Dat is ook gebeurd. Nu, de volgende prestatie, het tafeltje verplaatsen. Mag je ook geen kabels meenemen, hè? Het tafeltje staat klaar. Mannetjes, ik zweet ervan. Wat ik nu wou ik ga doen eerst is die tafeltje ook eens afrijven. Want die ziet er niet uit. Voilà. Kunnen jullie hier even opzetten. Wat water nemen. En dan het tafeltje afgeven. Ja, die da 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 da. Ja, die da 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 da. Je ziet hè, zelfs met weinig geld kun je u nog wel amuseren. Dus ik ben heel die tafel kunnen eens even onder handen nemen. Want daar ligt echt veel stof op. Die is al heel lang niet meer gedaan hoor mensen, dat geef ik wel eerlijk toe. Voilà, nu nog de tafeltje afdrogen. Iepen. Voilà, ça. En dan kan hier zelfs allemaal de Olympische Spelen doorgaan. Amai. Wat je toch allemaal voor over hebt voor mijn geburen, hè. En zo, ondertussen tijd is het al 4:30 geworden. Yippie-ki-yay.
En als ook te donker wordt, ik heb daar nog een licht liggen, die maar goed nog eens voldoende verlichting. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga mijn GoPro een klein beetje even terug in de oplader steken. Waarom? Omwille van, die heeft stroom nodig. Heeft voeding nodig. Dus ik ga die even eten geven. En dan kan ik zelfs nog verder filmen. Joepie! Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, bezweten dolomet. Alles is klaar. Alles is klaargezet. Kijk eens hier. De televisie. Waar alles op gaat terechtkomen van de Olympische Spelen. Wat ik nu nog ga doen, is nog één kratje nemen. Voilà. Die gaat ook mee. En daar zet ik dan mijn televisie op. Dus dat wordt bestuurd met een traag draadloze toetsenbord en muis. Het geluid komt uit een box. Dus uit deze box hier, wat jullie hier zien. Dan, dus ook de laptop zit hier al hierin. Dus dat heb ik nu ook al klaargezet voor de Olympische Spelen 2024. Voor de rest, ja, is nu nog gewoon wachten dat het tijd is om alles buiten echt gaan op te stellen. Maar nu nog eerst een goede frisse douche nemen. Oh ja, dat gaat me echt deugd doen. Ik ga nog eens een keer de cold water challenge doen. Ja, de cold water challenge. Dat wil ik ook nog wel eens doen voor jullie. Holy shit, het is hier goed donker. Ah. Zit mijn neusdier hier nog? Nee, die is zich verplaatst. Ik weet niet naar waar toe, maar die is zich verplaatst. Oké, maakt niet uit. Dan, kijk. Heb ik hier, ik heb voorgenomen om één onderbroek dan te nemen als ik zo opnames wil doen voor de koud water challenge. Dat wordt dus deze onderbroek, dus er komt alleen maar koud water op, dan weten jullie dat. Ja, ja, nu nog uitkleden. Dan laat ik nog zo eerst lauw water zo over mij laten stromen en dan de koud water challenge. Maar eerst, wat ik er ook nog bij ga halen, wat hier nu deze keer is niet ligt, is een dweil. Voilà, ik heb een dweil. Kaching. Dus als het te nat wordt, dat ik het toch nog kan opwrijven. Voilà. Dus ik zie jullie allemaal subiet terug al. Hoho. Dus ik ga niet meer omkleden, tot ziens. Yo, yo, yo. Zo mensen, ik ben uitgedaan. Nu ga ik het eerst lauw water laten lopen. Oeh, dat gaat koud. En dat duurt hier altijd even, alleen dat dat hier heet water is. Ja, oké. Okay. Dus nu, low water. Echt waar, low water. Voilà. Oh, dat is iets te warm, vind ik. Ja. Dus ik ga dat nu even zo laten over mij stromen. Oh. Dat doet deugd, hè mensen, dat doet deugd. Ah wel. We gaan er eens aan beginnen. En het wordt hier al goed nat. 3, 2. Ik wil toch de 30 seconden gaan halen hoor. Echt waar. Echt waar. Ik wil ook voor 30 seconden gaan halen. Dus ik hoop dat ik dat gaat lukken. 3, 2, 1. Go! Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Het is hier kletsnat, mensen. Ik hoop dat ik echt in 60 seconden heb gehaald, man. Mannetjes. Het is hier kletsnat. Kijk maar, mensen. Wat een klein beetje toch. Oh, fuck it. Ah wel, mensen. Het zo heet weer, kan dat echt deugd doen. Oh, mijn kop is nog ijskoud. Voilà, ze. Ik heb het toch weer gedaan, hè, voor jullie. Top, hè. Toe echt waar een duimpje omhoog, hè, dat ik het heb. Hoop wat ik gehad, want ik heb die 60 seconden toch nog even langer gewacht voor dat te zeggen. 60 seconden! Want ik was niet zeker als ik de 60 seconden ging halen. Dus nu ga ik dus weer binnenkort de wereld erin editen. Dus hopelijk heb ik het wel gehaald. Ik heb hier een haarke. Kijk eens. Die haarke wil er niet vanaf. Oh, dat gaat er. Dat is koud water zijn. Oh, dat is koud. Oh, verlassen. Ik heb dat eigenlijk nog eens goed zingen. Maar niet voor echt ijskoud. Maar ook niet te warm. Dat is al ijskoud. Oh, mannetjes. Ik heb dat nog eens goed zingen. Kom aan. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Waar is die knop? Ik ben gewisseld. Ik ben echt goed zot, want ik voel me echt nu te rustig. Per 2 minuten onder is koud water gestaan. Yeah! Voor jullie. Woehoe! Allee, tot later allemaal. Yo. Jawel mensen, ik heb zo net op de beenradar gekeken. En het is... kantje boordje. Met de regen. Momenteel zegt de buienradar: nee, er gaat niks vallen. Dus dat is goed. Dat is heel goed. Dan kan alles perfect doorgaan hier buiten. Voilà. Ik heb ook mijn dingetje. Ik ga dus al iemand halen. Dan nog even gauw nog eens naar de winkel springen.
het juist echt mijn gsm gelegd. En nu weet ik het dus al niet meer. Strange, strange, strange. Zo vergeetachtig ben ik. Ah, hier had het oog. Ik heb hem gevonden, kijk maar. Dus ik ga nog gauw eens iets bekijken. Dit. Mijn gsm. Oké. Perfect. Goed genoeg. Daarvoor heb ik zo een muntje nodig. En voilà. C'est ça. Momenteel zijn al mijn kratten in gebruik omwille van de Olympische Spelen. Yay! Dan mijn schoentjes aandoen. En dan kan ik lekker en wel vertrekken. Nee, ik kan nog eens iets anders doen. Ik heb nog dorst. Voilà, met een glaspakje erbij. En als je dorst hebt, moet je drinken, mensen. Als je dorst hebt, moet je drinken. Valessa, een heerlijk glaasje cola. Ja, ik drink nog genoeg airup. Ik hoor jullie dat al zeggen, want ik geniet van de airup. Ik drink het nog. School. Dat kan deugd doen. Voilà, ça. Poging 2 om te vertrekken. Pak jullie mee. Hoppa. Ja, jullie zagen juist met een hand. Nu is er iemand aan het koken. Druk dit op de gang. En het is niet zo'n geur waar ik tegen kan. Dat probeer ik te zeggen. Tot straks. Het ziet er wel dreigend buiten uit, hoor. Het ziet er wel echt heel dreigend uit. Dat is niet leuk. Ah, dan ga je. Ik laat het ergens vallen. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Ja, Patrie. Jullie zitten in de houder. Ja, ik ben zo rondom zo mee aan het kijken en al. Zo heb ik copyright. En dat wil ik niet in deze video. Dus alles ligt al boven klaar. Dus zowel de tv staat al klaar als de krat voor de tv dus dan op te zetten, maar voor nog iets hoger te zetten. De box ligt op het tafeltje. Het tafeltje is er, de laptop is er, de laptop cooler is er, de stroomkabel is er, de internetkabel is er. Dus normaal gezien kan er nu niks meer fout lopen. Alleen wat nog fout kan lopen, dat is regen. Maar dat zie ik niet zo rap gebeuren. Alhoewel dat het wel dreigend uitziet. Maar volgens Buienraad, dus ik hou echt letterlijk en figuurlijk nu ook alles in de gaten. Ja, dus ja, ik als organisator die dat organiseert, allemaal weer voor de buurtbewoners, de appartementbewoners van ons beide blokken,
voor weer allemaal kleine verzoening te doen. Want ja, Olympische Spelen, dat is eigenlijk ook gezien als een verzoening. Vrede en al. Dus er moet dan ook wel vrede zijn, ook tussen de bewoners, vind ik. Laat in de comments eens weten voor wie dat jullie eigenlijk voor de Olympische Spelen allemaal gaan supporteren. Er zijn veel Olympische Spelen die doorgaan. En ik heb wel van alles al gezien op YouTube. Oh my god, van wat ze daar allemaal recht hebben getrokken. En hoe daar eigenlijk ook straatstil is geworden. Omwille van dat er ook bepaalde plaatsen meer dan 1 miljoen toeristen per dag komen. Om voor naar die Eiffeltoren te kunnen gaan te kijken. Zeker nu in deze zomermaanden. Ja, wat nu totaal niet kan, omwille van de Olympische Spelen, dat het allemaal zo stil is. Hoe staan jullie dat daar eigenlijk er tegenover? Van, vind je het een klein beetje te overdreven qua veiligheid? Of vinden jullie van, dat is wel eigenlijk wel heel goed georganiseerd, die veiligheid en al, dat moet er ook zijn. Wat vinden jullie daarvan? Laat het dus echt eens in de comments weten. Ik zal mijn mening daar ook eens over geven van hoe je daar de veiligheid vindt. Ik vind het heel goed geregeld. Dus elke persoon die in Parijs binnen wilt komen, wordt echt gefouilleerd. Wordt ook met een mentaal detector rond je lichaam gegaan. Alles wordt ook gecontroleerd. Bijvoorbeeld ook als je daar ook woont, kun je alleen nog maar bij je woning geraken met een bepaalde QR-code. Dus elke agent heeft dan zo'n scanner en die scant dat dan allemaal in van de kijken van ja, mocht jij door? Of nee, jij mocht niet door. Voilà. Dus ik vind het wel allemaal heel goed geregeld. Maar met die QR-code kun je er wel mee sjoemelen, vind ik. Je kunt er eigenlijk wel een klein beetje mee vals spelen, denk ik. Ik vind dat niet, nog niet in een 100% veilige manier, die QR. Dat is mijn mening, hè. Dus. Allee mensen, ik ga jullie niet laten. Ik zie jullie allemaal nog straks nog terug. Ik wil jullie allemaal een klein beetje up-to-date hoe het is verlopen. Mijn evenement met de bewoners van mijn blok en de andere blok. Kijken als er een verzoening is, ja of nee. Oh. Ik ben ook zo naar de lucht zo aan het kijken. Van. Ik denk zo nu in mijn eigen van allerlei wolken. Laat nu alles los. Laat al het water wat je nu hebt vallen. Dan is alles ook straks droog. We doen nog op 1 km per uur letten. Ik zit tussen de 110 en 120 te rijden. Olympische Spelen ook eens ooit eens in België georganiseerd worden, of vinden jullie van nee, laat het uit? Voor mij een tweede, nee, laat het uit. Dan is er echt heel veel controle hier in België, iets te veel. Ja, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal echt straks eens terug voor de tweede maal. Yo, yo, yo. Oei. Ik wou beginnen met de vlog. En kijk daar eens wat Datrik passeert. Ja. Een brandweerwagen. Op weg naar een dienst. Hopelijk en niet al te erg. Ik ga hier nog iets kleinigheids kopen voor bij de Olympische Spelen.
En dan hopen dat alles snel opgebouwd is en dat de regen uit mag blijven. Tot later. Zo, de kleine geit aankoop gedaan. Een shout-out naar Mitch. Jawel, want die ben ik ook wel tegengekomen. Kijk eens, ik heb nog kleine voorbereidingen gedaan. Wafels, koekjes, paprika chips, sour chips. Ze kunnen kiezen, oftewel ook lekkere. Ik kan ook hotdogs maken als ik wil. Tijdens de Olympische Spelen. Dus jawel, ik ben er klaar voor. Klaar voor de Olympische Spelen. Opening ceremony 2024. Yeah. Had ik eens goesting om te doen. Om zo eens apengek te doen. Voilà. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Want binnen een uur begin ik alles al buiten te zetten. Yay. Ik ben hier op een hele speciale website terechtgekomen. Leuke weetjes heb ik eens even opgezocht. En oké, daar staan ook wel iets heel leuks tegen. Zo gelijk. Niet alleen de vingerafdruk is uniek, ook de tong is uniek. Niemand anders heeft dus dezelfde tong als jij. Dat wist ik niet. Dan nog over dieren, wat ik ook dus echt niet eens wist van een egel. Je zou het niet denken omdat een egel maar een klein dier is, toch klopt zijn hart gemiddeld 300 keer per minuut. Wauw, dat is veel. Dat is zeer veel. Leuke weetjes over eten en drinken. Cola zou groen zijn als niet donker gekleurd was. Ah, oké. Dat wist ik niet. Dus dat is ook wel een leuke weetje. Dat cola eigenlijk groen moet zijn in plaats van donker gekleurd. En honing bederft nooit. Oh, dat is ook wel een leuke weetje. De hamburger van McDonald's bederft niet snel. Na een jaar zou je het nog steeds kunnen eten. Oh my fucking god. Ik vind hier zo'n hamburger van de McDonald's een jaar geleden. Zal die nog eetbaar zijn? Oh, toch wel, joh. Oké, leuk weetje. Je moet een half uur fietsen om een banaan te verteren. Oké, dus als je een ganse banaan hebt gegeten, moet je daar een half uur voor fietsen. Maar er staat nu al niet bij van hoe lang dat je moet fietsen. Ja. Wel leuke weetjes, echt waar. Wat een leuk feitje. De 10 leuke weetjes. Oeh, dat moeten we dan ook wel eens doen. De eerste. Wist je dat een kolibri achteruit kan vliegen? Nee, dat wist ik niet. Oké, wist je dat je in de morgen langer bent dan in de avond? Dat wist ik wel. Omhoog van, dan rusten ook uw rugwervels uit. En dan kunnen die terug wat ophopen, dus die kussentjes. En dan zit je eigenlijk langer, 's morgens, dan 's avonds. Je moet die maar eens wel eens meten. Dus je zit echt 's morgens ietsjes groter dan 's avonds. Dat is wel eigenlijk wel een feitje. Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is? Nee, dat wist ik niet. Ik wist niet dat er een boom echt meer dan 4700 jaar oud was. Echt waar. Mooi. Dan op nummer 4. Wist je dat vlinders met hun poten proeven? Dat wist ik wel. Ik wist wel dat de vlinders met hun pootjes konden proeven. Dat wist ik wel. Wist je dat plassen onder de douche je jaarlijks zo'n 4400 liter water bespaart? Wat? Dus je moet in de douche plassen om zo jaarlijks 4400 liter water te besparen. Wauw! Dat wist ik niet. Oké. Weer wat slimmer geworden.
Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam je tong is? You serious? Dat komt allemaal van nieuws.steffi.nl. Oké, wist je dat stof dat zich in het puntjes van je broekzak verzamelt gnur heet? Nee. Zich in de puntjes van je broekzak verzamelt gnur heet. Dat wist ik niet. En wat is gnur? Ik weet het dus ook niet. Wist je dat een slak 3 jaar kan slapen? Oh, dat wist ik niet. Wist je dat je niet je elleboog kunt likken? Hoe weten ze dat? Allee, ik wil mijn elleboog likken. Kom aan. Nee, lukt niet. Dat lukt gewoon niet. Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? Ja, dat wist ik. Voilà. Ik ga jullie hierbij laten. Ik hoop dat jullie een hele leuke vlog hebben gehad. Ook heb ik zo wat weetjes er hier nu eens in toegevoegd. En ik wil ook nog wel nog iets erin toevoegen om toch nog wat de vlog toch nog leuker te maken. Dat waren nu de weetjes. Nu gaan we ook nog wat trivia time doen. Dus ik kan nog weer naar de begeerde kast gaan. Waar de trivia kaartjes liggen. Ik pak wel een hoopje. Ik schuffel daarmee. Voilà. Ik kies er weer al één uit. Ik pak maar nu maar deze maar eentje. Voilà. Het antwoord is aan de achterkant. Yes, ik kan weer al meedoen. Van welke stad zegt men dat de spruitjes komen? Van welke stad zegt men dat de spruitjes komen? Ik dacht Brugge. Vanaf dit nu. 5, 4, 3, 2, 1. Weet jullie het antwoord niet? Oh, fucking hell. Ik had Brugge gezegd, hè. Maar het begon wel met een B en begon ook wel met een R. En een U. Bru. Niet Brugge, maar Brussel. Ik ben lomp. L-O-M-P. Welke interactieve muziekzender is een klein broertje van kanaal 2 vroeger op de beeldbuizen? Die bestaat dus ook niet meer op kanaal 2. Kanaal 2 is ook gedaan. Maar welke interactieve muziekzender is een klein broertje van kanaal 2? Van de oude mensen weten het nog. Jawel, kom aan dames en heren. Weten jullie het niet? Nee? Oké, dan is het Jim TV. Dat wist ik wel nog dus. Welke andere rivier bakende met de Tigris het oudste Mesopotamie af? 5, 4, 3, 2... Oké. Het antwoord is de Eufraat. Oké. Welke buurland heeft dezelfde kleuren in de nationale vlag als België? België. Ja. Oké. 5, 4, 3, 2, 1. Die weet ik wel. En dat is Duitsland. Ik ga nu eens kijken als het juist is. Duitsland, voilà. Ja, want daar staat niet omgekeerd. Hoe wordt het begrip artificiële intelligentie afgekort? Hoe wordt het begrip artificiële intelligentie afgekeurd? Ik probeer ook wel de moeilijke woordjes te lezen. 5, 4, 3, 2, 1. Als ik het zo lees, A en I. Ja, A en I. Wat doet een judoka die 3 maal zijn been of arm tegen de mat tikt? Tik, 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 tik. 5,
4, 3, 2, 1. Ik weet het. Ik denk, zich opgeven. Opgeven. Yay! Ik weet ook nog eens eentje. Ik wist ook nog eens eentje. Ik heb nu de vragenwereld weggelegd. Er zijn er nog redelijk veel te gaan, hoor. Kijk maar, mensen. Er zijn nog redelijk veel te gaan. Ik doe het graag. Omwille van... Dan helpt ook mij weer gewoon verder ook met het lezen. Ook naar de moeilijke woorden te snappen en al. Daarvoor doe ik het. Daarvoor verhoopt mij ook wel weer al wat slimmer te maken. Als dat gaat nog natuurlijk. Voilà, bij deze. Ik ga jullie ook de vlog nu beëindigen. Ik ga zelfs alles ook weer op buiten zetten. Televisie, box, noem maar op. Voor zelfs naar de openingsceremonie van de Olympische Spelen te kunnen kijken samen met mijn geburen. Dus, en dan alles weer naar binnen zetten. Dan is het 11:30 s'nachts. Alles weer op binnen zetten. En dan slapen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om een belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal volgende keer terug. Yo, 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 yo.